Het is vandaag weer dinsdag 11 juni en we leven om 14:22. Mijn huisje is weer aan kant, want Rebecca is geweest. Ik ben ook aan het werk geweest. Er staat ook nog werk om me te wachten, maar dat kan ik nou niet doen. Want ik moet weg, want ik zal het jullie laten zien. Maar ik moet eventjes die kant op. Even geduld. Het gaat om mijn wandelstok. Ja. Die is, wat kwijt. Dat is dit ronde dingetje. Ja, dat behoort aan zijn voet. Dat is eraf, dus ik loop op ijzer. Dus ja, dat is niet goed. Op ijzer lopen. Dus daar moet ik even mee weg en dan kijken we mee lopen. Want nou loop ik met een andere stok. En dat is met een plastic dop erop. Dus dat hoor je ook heel erg. Ik moet rubber. En dat is zo'n handvat. En bij deze heb ik zo'n handvat. Nou ja, dat scheelt nogal. Hier kijk ik op zitten, hier niet op. Dus ja, en deze ken ik dubbelvouwen helemaal. Deze heb ik ooit van mijn mannetje gehad. Die ken ik zo lekker dubbelvouwen. En dan gewoon een hele stiekje eromheen. Wat je ook in je haar doet voor een paardenstaart. Zo'n hele stiekje heb ik erbij. En dan kan ik hem voor in mijn mandje doen. En zo klap ik hem weer uit. Maar dan kan me deze niet. Nee. Dus deze heb ik gewoon uit nood. Daar kan ik nu mee lopen in huis. Want met deze kan ik nou niet lopen in huis. Nee. Dat mag niet. Maar het maakt niet uit. Nee hoor. Dus ik moet. Het was eerst hier altijd heel dichtbij. Ik moet nou helemaal richting de kerk. Dus ja. Frode heeft zijn kap al om. Dus ik ga me klaarmaken. En ik zie jullie wel weer als ik weer thuis ben. En Sandra die komt ook nog. Hoe laat weet ik niet. Of om een uur of vier of vanavond. Nou, lekker duidelijk is dat dan, maar niet heus. Maar het maakt niet uit, ik ga gewoon eventjes richting die kant, eventjes een nieuwe halen en kijken wat ik nog verder onderweg tegenkom. Je weet me nooit. En dan zien we het wel. Ik zeg tot later en geniet van je dag. Of het nou regent, of dat nou de zon schijnt, het doet er niet toe. Ik heb hier de hele ochtend aan het regenen geweest. Nou is het droog. En het zonnetje is heel skier, heel voorzichtig is die bezig om er doorheen te komen. Dus we wachten het af en ik zou zeggen, doe het met een lach en ontvang het zonnetje met open armen. Dat ga ik ook doen. Ik zou zeggen, tot straks. Hallo lieve vrienden. Ja, we zijn weer al lang en al lang op breed weer thuis. Ja, ik heb een nieuwe gehaald. Hij is weer dicht, hij is groter, hij is dikker, weet ik van wat. Hij is wel van rubber ook, enkel ik moet hem nog even flink dat even doen. Want, hij zit nog niet goed, heb ik gezien, maar dat doet er niet toe. Ook is mijn persoonlijke begeleidster Sandra al geweest. Haar kopje staat hier nog, die in de keuken. Zo. Ik ben aan het werk geweest. Nee, niet voor YouTube, niet voor jullie, niet voor dat. Nee, voor aanstaande vrijdag. Ik heb even screenshots gemaakt van mijn reis voor aanstaande vrijdag naar Den Haag. Waarom screenshots? Waarom moet ik zo uitprinten? Nou, dat lukt nog niet. Dan moet Roderick me nog mee helpen. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik heb er dus een screenshot ervan gemaakt van de reis. Wat ik van de NS heb doorgestuurd gekregen. Daar heb ik dus een foto van gemaakt. Dat uitgeprint. En moest ik er twee doen. En toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje. 3 maal raden. Dat raden jullie niet. Nee, weet het. Chrissy. Ja. Die was weer eventjes op home. Op haar eigen huisje. Maar in ieder geval, het gaat niet zo lekker. Ja, wel met haarzelf, maar met haar maatje. Ja,
Met een maatje gaat het niet zo goed. Het is geen relatie, wat een hoop al dachten van een relatie, ja. Ze moeten niet denken. Nee, ze moeten het zeker weten en dan het gaan vertellen. En niet roddels gaan rondvertellen. Want ze hebben geen relatie, ze hebben een maatje. Want ze willen beide verder niks. Maar die man die ligt in het ziekenhuis. En ja, zij heeft nou even de zorg voor ook zijn honden. Dus ze peddelt op en neer tussen zijn huis en het ziekenhuis te Alkmaar. En af en toe komt ze eventjes terug naar haar eigen huis. Ja, nou dat moet allemaal kunnen. Maar ja, Chrissy die had mij normaal gesproken anders geïnterviewd. Dat zou Wilma nou nog doen. Maar ik moet Wilma even bellen. Vraag wanneer ze komt om dat te doen. Ja, want het moet wel even gedaan worden. Want ik zit zelf er heel erg mee. Ja, aanstaande vrijdag. Is een rotdag weer. Wederom wordt Karin geopereerd. Aan, hoe heet dat nou, zei ze? Even mijn telefoon. Oh ja, ik weet het niet. Fleur de Lis. Ja, Fleur de Lis. Het is een bloemennaam. Dan wil ik ook eens weten wat die andere betekent als je een bikinilijn krijgt. Hoe die heet. Die moet dan toch ook een naam hebben? Als je van boven naar beneden Fleur de Lis noemen. Moet die toch ook een naam hebben, denk ik dan. Maar ja, doet er allemaal niet toe. Ik ga vrijdag in ieder geval weer naar Den Haag. En ja, ik word sowieso opgehaald. En ik zie wel hoe en wat. Wat er verder gaat gebeuren, ze hebben het er al over van mee naar school. Ja, het kan hoor. Ik bedoel, want Roderick en Jessica en Karin, die werken op school. Op een school. En dat Jessica mij even tussendoor kan ophalen en dat ik even meega naar school. Want ja, ze weet ook nog niet hoe laat ze wordt geopereerd. En kan ook pas in de middag wezen. Ik weet het niet, maar ik hoop wel in de ochtend, omdat ik ook met mijn terugreis weer zit. Ja, 's avonds. Ik wil altijd rond een uur of 10 weer thuis kunnen zijn. 5 voor 10 kom ik meestal dan aan in Den Helder. Nou, en dan hup. Maar ja, het komt allemaal wel goed hoor. Ja, ik hoop het wel dat ze net zo sterk eruit komt dan eind oktober vorig jaar. Ja, we gaan het beleven. We zullen het ook beleven. Ik ga een bakje koffie doen. En dan ga ik zometeen voor de diertjes zorgen dat we weer wat te eten krijgen. En mijn eigen eten straks weer opwarmen. Want ik heb wel weer zin in wat. Ja, eerst een bakje koffie. Zo, gaan doen. Dat doen we. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van de dag verder. Hoe laat leven? 17:48. Het is nog steeds middag, hè? Ja. Nog een paar minuten. Maar oké, lieve vrienden, geniet er nog van. En het is nou in ieder geval prachtig mooi weer, hè? De hele middag verder geen regen gehad. Heerlijk, toppie. Nou hopen we ook dat het morgen ook mooi weer is, ja. Want ik zoek nog wat. Ik moet een brace hebben voor mijn duim. Ik heb er artrose in. Hier ook. Dat doet af en toe ontzettend veel pijn. En ben ik vanmiddag even wezen vragen. Maar die dingen zijn schreeuwend duur. Dus ik zal ook even op internet gaan zoeken tijdens een bakje koffie. Ik zou zeggen, tot vanavond. Doei doei. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag woensdag 12 juni en het is 10:41. Ik zit weer te wachten op mijn begeleider. Jack, zo heet die beste man. Tenminste, in mijn ogen. Hij stelt zichzelf voor als Jack of Jak. Jak, zegt hij. Nou, wat is Jak? Niks. Ja, een rare naam. De hovenier. Oké. Oh, ze zijn met de tuintjesboel bezig. Okidoki. Maar in ieder geval, even bij de les te blijven. Die komt om rond 11 uur. Ik ben een beetje opgestaan met een beetje stijve nek. Is ook minder. Maar ja, oké, ik ben bezig met de diertjes. Vrolijk het al eten staan. Die ligt nou op de bank, die heb ik net binnengelaten. Dan ga ik Eowyn en Kandalf even eten geven en mezelf. En een bakje koffie erbij, want dat lust ik ook wel.
En dan gaan we zien wat de dag ons verder brengen zal dan enkel Jack, want ik noem hem wel Jack, want Jack, wat is Jack nou? Ja, ik blijf erbij, ik vind het een iets domme naam. Ja, wie noemt zijn kind nou Jack? Ik niet. Nee, rare, vreemde, gekke naam. Jack, Jackhals. Nou ja, misschien is daar wel van, weet ik veel. Maar oké, boeit me ook allemaal niet. Ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. Het is hier heel vreemd weer. Daar is het, ja, de lucht betrekt. Alsof we enkel ogenblikkelijk regen gaan krijgen. Het zonnetje schijnt er nog. Het is gewoon vreemd weer. Het is ook niet koud. Maar ja, misschien wel wat de weergoden ons komen brengen. En ondanks dat gaan we er even goed van proberen te genieten aan deze kant. Ik weet niet of ik weg moet, ik geloof het niet. Ik zie wel, ik heb ook nog een wasgoed te vouwen. Ik weet ook niet of ik daar aan toe kom, want ja, daar is het een en ander privé aan de hand. Dus dat moet ik ook even oplossen. Maar okidoki, komt wel allemaal goed. Ik maak me er niet zo druk om. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer aardig donker en ik heb mijn lamp er toch bij aan, maar ja, dat wil niet helemaal zoals het bij eigenlijk moet. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Het komt allemaal wel goed, ik moet het allemaal nog een beetje leren met die lamp. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal een hele fijne verdere avond toe. Ik heb vandaag niet veel gevlogd, maar dat had zo zijn redenen. Morgen, ja, ik krijg een hoop bezoek over de vloer. Wilma die komt om wat voor elkaar te maken voor me, omdat ik dat zelf niet kan, omdat ik twee handen nodig heb. En ik moet erbij staan. Nou, dat wordt het hem dus niet. Dus ja, dat doet Wilma voor me. Er is Rebecca die komt. Dus ja, druk, 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 druk. Vrijdag natuurlijk naar Karin en Roderick toe. Daar Karin vrijdag wordt geopereerd. De operatie heet Fleur de Lis. Ik zit daar zelf heel erg mee. Ik ben gestrest, gespannen, ja, huilerig. Dus ja, ik vind me niks allemaal, weet je. Dat, en mijn hondje, ja, je bent lief, schat. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En ik zal morgen proberen om wat eerder te filmen. En die lamp eens een keer een beetje voor elkaar te krijgen hoe ik dat moet hebben. Want ik vind hem nou toch nog wel te donker. Maar ik heb er zo'n schermpje ervoor. Oranje. Ik denk dat ik dat toch s'avonds niet nodig heb. Nee. Gewoon wit licht, dan heb je ook meer licht. Maar ja, oké, lieve vrienden. Voor straks ook lekker slapen. Gezond weer op. En met Godzegen zal dat vast en zeker wel lukken. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!